vanmorgen uit Sevilla vertrokken. Van Gelvis, de haven. Ik moet zeggen, de verzorging dat was niet optimaal daar. Het schoon water, dat vond ik echt een probleem. Dat hebben we ook maar niet gedaan daar. En om daar weg te komen, nou ja, de Garmin was niet helemaal bij de tijd. Dus we verreden ons behoorlijk. Het heeft even flink geduurd voordat we Sevilla uit waren. Maar toen we er helemaal uit waren, hadden we mooie wegen en we reden hier door een prachtig landschap. En hier op de achtergrond, Olvera, daar gaan we door en dan via Olvera gaan we naar Sint-Denis. En dat gaan we dat eens bekijken. Het staat bekend om zijn rotswoningen. En allemaal witte dorpen hier, hè. Je hebt ook een speciale witte dorpenroute. Die is ook redelijk in de buurt hier. Wat een verademing om hier te mogen zijn. We reden weg bij Sevilla. En eigenlijk zou het op mijn leeftijd geen punt meer moeten zijn. Maar ja, het was me daar rondom Sevilla een zooi. Verschrikkelijk. Jammer, moeten we als mensen toch eens iets aan doen. Maar hier is prachtig. Groot probleem met parkeren, hier mag je niet in rijden. En de andere plek is een parkeergarage waar je ook niet in mag. Maar goed. Maar hier ging het om deze huizen die zo onder de rotsen gebouwd zijn. Daar is de parkeergarage, maar ja, niet voor ons. Verderop ook nog huizen zo onder die rotsen gebouwd. We zullen een andere weg moeten nemen. We zullen hier moeten draaien, want hier komen we niet verder. Het is allemaal weer soepel aangegeven. Eerst al een weg afgesloten, geen omleiding, niks. Zoek het maar uit. Nou ja, dat doen we dan ook. Sint-Denis de Las Vegas. In een bocht van een riviertje. En in de overhangen huisjes gebouwd. De grond moet hier wel heel erg schaars zijn. Je moet wel lef hebben om onder zo'n overhang te bouwen. Hier de trappen naar beneden. Dan doen we straks ook weer omhoog, hè?
Tot hoe ver zou dat de rotsen inlopen? Dat Zeteniel was beslist de moeite waard. Getipt door Rob. Hartstikke mooi, jongen. Dat je meedenkt. En dat helemaal vanuit Azië. Goed zo, maar het kostte mij flink wat moeite. Want om die echt mooie plekjes te vinden van die overhangende rotsen, moest je flink wat trappen af en bulten op. Maar het is gelukt uiteindelijk. Bedankt, jongen. Er stond een groot bord met reparatie van de weg, maar dat is hier ook wel nodig. Jongen, wat een beroerde weg zeg. Maar wel mooi en prachtige natuur. In de tweede versnelling, ja. Heel rustig aan. En er is helemaal geen verkeer tot nu toe. Behalve die paar motoren. Volgens mij gaan de wilde zwijnen hier ook aardig tekeer als ik het zo aan de kant bekijk. Je hebt er nog steeds aan staan, hè? Je kunt hierop zien dat je hoger zit, want de cederbomen verschijnen zo langzamerhand. Oh, als dit weggetje straks opnieuw geasfalteerd is, dan wordt dat vast een weggetje voor de Vuelta. Oh, kijk. Hier hebben we de eerste fietser al. Ja, staat een. Ah, en ik zag niks, want ik moest pissen. Ik dacht al dat ik wat missen. Zo giet er dat ik als er iets te doen is. Yeah. Oh, dan is het dorp nabij als we de wandelaars tegenkomen. En hier liet de Garmin ons in de steek. Toen was het door zo'n stadje heen. En heb je nog wel zo'n ding speciaal voor een camper. Maar ja. Maar goed, we zijn er doorgekomen. Maar het viel me op dat er niemand reageerde. Nou ja, je zult wel gewend zijn dat er zich af en toe iemand verrijdt hier. Thank you.
Dit is ook weer een prachtig weggetje voor motorrijders. En we hebben er inmiddels wel een paar gezien. Maar ik weet zeker dat hier op zondag flink gecrossed wordt. Hele mooie omgeving binnendoor naar Antwerpen. De A343. En na deze prachtige racebaan zien we plotseling een bord Lobopark. Lobopark? Een wolvenpark. Nou, dat gaan we eens even bekijken. We krijgen daar een rondleiding van deze aardige juffrouw. Ik moet zeggen, ze sprak goed Engels, maar met een tempo als van een machinegeweer. Dus het was niet zo makkelijk om alles te volgen. Ze deed goed haar best om de wolven te lokken. Ze had een grote bak bij zich met hondenbrokken. En daar schudden ze mee. En dan moesten de wolven erop afkomen. Maar de eerste die kwam, dat was een oude 14-jarige wolf. En aan het eind kwamen er wat meer wolven. Ik moet zeggen, de prijs van 11,5 euro per persoon vind ik wel vrij hoog hoor. Voor hetgeen er geboden werd. Het park is gesticht door een Duitser die die wolven uit heel Europa hier naartoe heeft gehaald om ze te kunnen bestuderen op een veel groter terrein dan bijvoorbeeld in het dierentuin. Dit is een andere plek dan we ooit geweest zijn. Ja, we staan op de camperplaats in Antequera. Naast het voetbalstadion. Je ziet er ginds de verlichting van het stadion. Speciale plek voor campers. Er zijn hier een paar auto's die ze er neergezet hebben. Maar dat mag eigenlijk niet. En daar achteraan kun je en de wc legen. En je kunt ook portabele tanken. Er gaat er geen net weg bij de loosplek. Nou, je ziet roosters genoeg voor het grijs water. Daar staat de kraan voor het schoonwater. Je kunt je eigen slang aansluiten. En hier hebben we het putje voor het toilet. En hier tegenover heb je een aantal restaurantjes, waaronder een Chinees. En daar gaan we nu naartoe. Daar hebben we wel eens een keer zin aan. Chinees. Het is niet het mooiste weer van de wereld. Maar mensen zitten toch op het terras te eten. Wel met de dikke winterjas erbij aan. Sabrasa Oriental. Nou, dit is die Chinees. Oh, nou, we zitten sinds lange tijd weer eens bij een Chinees. We waren er al voorbij gelopen en dachten, doen of niet doen? Ja, we zijn in Spanje, we gaan nou naar de Chinees. En we hadden zo'n zin in crispy meat. Konden we crispy pork of crispy rund, hoe heet dat ook alweer, bestellen. Maar in ieder geval
We hebben gekozen voor crispy pork. En dan was dat op de Hongkong manier, hè? En dat was bloedscherp. En toen hebben we gezegd, nou, voor de zekerheid, zet maar een potje op tafel. En dan doen we het op deze manier. Gerard Hout. En dat is bloedscherp. En dit is bloedscherp, heb je al geprobeerd, hè? Ja, ja, heb ik al geprobeerd. Nou, voor mij ja, iets minder scherp. We zullen het zien. Oké. Tuna. De mix salad, hè? We hebben alles afgeleverd gekregen. De arroz frito, de gebakken rijst met ei en de crispy pork en de salade en een sausje op de manier van Hongkong. En ik moet eerlijk zeggen, Betsy, hoe smaakt die? Lekker. 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 Hallo allemaal, dit was weer vlog 34 en dit ging voornamelijk over Zentenil, de wolven en een hapje bij de Chinees. Ik moet zeggen, Gerard is ontzettend druk met het maken van een vlog. Ik heb van tevoren niet geweten dat er zoveel knap plak- en knipwerk aan te pas kwam, maar ik hoop dat jullie het leuk vinden. En als je het leuk vindt, duimpje omhoog. En abonneer maar. Wat ben je aan het doen? Schoenen aan het schoonmaken is daar onder de klei.